Yo mensen, tof weer kijken in deze video. Mijn naam is Westie van Fifa Boy 1999. We hebben vandaag de nieuwe Queer Mode, de ja uh, Mister en uh, gewoon Mr. Mr. Fifa Boy 1999, Rotham United Queer Mode. En we gaan dus een nieuwe career mode zetten met deze ploeg die speelt in de championship. Uh, we gaan eerst kijken bij het jeugdteam wat we hebben. En er loopt één hele goede rond. Het is uh, de Engelsman, Alice uh, Sharp. En die hebben we ook gelijk aan het team toevoegen. Hij gaat toch gelijk basis staan. Maar in ieder geval, de nieuwe career mode dus. En dan gaan deze aflevering ook al heel wat tons komen. Maar jullie kunnen ook jullie suggesties achterlaten hieronder in de reacties. Ik zou zeggen, laat jonge getalenteerde, goede potentiële spelers achter. Die haalbaar zijn. Mag ook leen zijn, dan hebben we één jaar lenen met koopoptie. Maar in ieder geval die haalbaar zijn voor World United. We hebben een uh, injectie van 10 miljoen gekregen. Dus we hebben nu 12 miljoen op onze bank staan. Gaat natuurlijk wat vanavond halen. Ook deze aflevering uh, van mijn eigen suggesties. Maar in ieder geval gaan we één wedstrijd spelen deze aflevering. Om een beetje aan te voelen hoe het team precies speelt. En, uh, en de rest gaan we simuleren van een vriendschappelijk toernooi. Hier zien we Blackman. Die, is, uh, die gaan we zijn contract uh, verlengen. Viekers um, zetten op de leenlijst. Even kijken. Wat loopt er nog meer rond? Deze houden we nog even. Dan zijn we heel weinig. Voet, de aanvoerder houden we ook nog even. Maar hij, is, hij wordt geen aanvoerder. Hij gaat zijn baas pas kwijt kwijtraken. Maar we gaan wel zijn contract verlengen. Want hij is wel gewoon de man volgens mij van Word natuurlijk Toen de aan, deze aanvoerder. Dus ze moeten we wel behouden nog voor een jaar. Om misschien nog een mooie afscheid voor hem te organiseren bij Word United 34 jaar. Trouwens, zo zegt de manager eruit. Ik heb gewoon een random ding gekozen. Baardje, blauw haar. Kan allemaal. En een heel raar com combinatie qua pak. Blauw jasje, rood overhemd. Blauw stropdas, rode schoenen. <laughs> het maakt allemaal niet uit. We gaan gewoon eh, hopen dat dit, deze Queer Motor Road to Glory. Nou, dus we gaan bouwen om een team te maken. Ik zei ook dat het een beetje ja, gewoon wel be oudere spelers mogen zijn die hier de top hebben gespeeld later dan eh, in het seizoen. Misschien nog niet dit seizoen, maar voor volgend seizoen, als we in de Premier League zitten. En ook natuurlijk veel jeugdspelers die we hopen beter te maken. Die we gaan halen dit seizoen. Kopen, niet lenen, nee, gelijk kopen. Even kijken hier nog een paar spelers die op de transferlijst zetten. Hopen dat daar nog aanbiedingen op komen natuurlijk. Deze draait dus niet. De Sharp, de goede speler, linksmid. Hij gaat zeker basis staan. Sterker nog, hij staat er in de basis. We hebben ook nog Jozef zoon, bekende natuurlijk. Een zeer bekende bij PSV gespeeld, volgens mij, RKC. Nu dus, bij Rotterdam United. Is trouwens uitgeleend aan ons. Deze speler, deze speler gaan we terughalen. De spits. Want een andere spits gaan we de lijst zetten. Deze, die is 70 jaar. En de man die we net terug gehad hebben, gaan we misschien wel meer spelen. Deze twee laten we gewoon bij hun club. Waar ze aan uitgeleend zijn. Even kijken, hoe gaan we het neerzetten? Ja, Sharp zat al in de basis, de Engelsman. Nou, deze die terug is, tilt gaan, we in, tilt gaan we ook in plaats zetten van Wood. Of dan niet. Even kijken. McDonald's hebben we ook. Nee, we gaan Tilt erin zetten. En Wood gaat dus naar de, naar de bank, de aanvoerder. Ik denk niet dat ik veel gebruik van hem ga maken. Misschien wel af en toe inbrengen, maar geen basis in ieder geval. Moeten we kijken wie ik dan aanvoerder ga maken. Ik, zei, ik zou zeggen, laat gewoon jullie suggesties achter wie jullie willen zien. Echt, echt jonge, talenten spelers. Dat dus gewoon wat achter, de ga ik er naar kijken. Dit zijn mijn suggesties die ik zelf had uh, opgezocht via de app uh, FIFA 21 uh, Talenten. Nou, hier hebben we dus rechtsmid. We hebben centimeter. We gaan, we gaan een middenvelder halen. We gaan een verdediger halen. Dus uh, dat gaan jullie allemaal zometeen deze aflevering meemaken. Ook de eerste wedstrijd tegen Klaar uh, Husher. Voor mij spelen we in Nederland. Want. Uh, we hebben nu tegen Sparta ook een wedstrijd. Jones die gaan we trouwens verkopen, als ze ermee akkoord gaan in ieder geval. Deze Billy Jones gebruiken we niet, dus die mag vertrekken bij de club. Dan hebben we Hul, die gaat een beetje reageren op de spelers die verkocht worden of uitgeleend worden. En hij is de aanvoerder, die ons van harte welkom heet bij de club. En daar zijn we natuurlijk zeer tevreden mee. En zo gaan we langzamerhand naar die eerste wedstrijd in deze vriendschappelijk toernooi voor Rotterdam United. 4 19 zijn we ook de career begonnen met Rotterdam United. Toen de tijd niet afgemaakt. En nu gaan we door. En nu hopen dat we ver kunnen komen met Rotterdam United. En We zijn begonnen aan de wedstrijd. kunnen we ook richting het eerste doelpunt gaan. We gaan het zien. In ieder geval is de tegenpartij volgens nog die hier op jacht gaat naar een voorsprong. Dit vriendschappelijk. Dus in de tweede helft gaan we ook heel wat wissels inbrengen. Dit is een harde onderschepping. Wordt niet gefloten. Blijft wel gepliceerd liggen daar. En dan gaat de zijsheid er toch afluiten, Want het is toch ernstig, die blessure. En dan gaat er een wissel komen ook. En dan, gaan, uh, ja. Dus de blessure bij deze tegenpartij. Maar we gaan door met de wedstrijd. Maar wel dus met een blessure voor de tegenpartij. We zijn alweer begonnen aan de wedstrijd hier verder. Met uh, minuut 7. Al vroeg dus die wissel geweest voor de tegenpartij. Hier komt de bal bij Wing. Die man die geleend is. Die gaat ook zijn baasplaats kwijtraken zometeen. Als er uh, middenveld erbij gaat komen. Wie dat is, dat zien jullie zo meteen. Maar hier had het zomaar al 1-0 kunnen staan voor Watford United, Maar het is hier de doeltrap nu. Deze wedstrijd voor, uh, voor ons in de Championship is tegen Bristol Rovers. Het is een hele lastige ploeg om tegen te spelen. Dan hebben we hebben ook natuurlijk heel veel bekerwedstrijden die we natuurlijk hebben. Met die ook gaan we ook spelen. We gaan sowieso alle wedstrijden spelen. We gaan niks simuleren. Misschien uh, dat ik in de wedstrijd als we wel goed voorstaan, dat ik dan de tweede helft simuleer, weet je wel, wat ik vaker doe. Hier komen we trouwens achter met 1-0. Oké, okay, we moeten er nog wel team op, een beetje bouwen hoe we het willen hebben. Maar we komen dus wel 1-0 achter hier al. Twintigste minuut. Wing. Richting uh, de Flanken. Komt de bal dan goed voor. Zal toch een keer goed moeten vallen. Draaien weg. Geeft de bal goed af. Nu schieten dan hier en de bal weer terug. Bal voor het doelgebied krijgen. En dat krijgen we hier. Nee, niet. Zo de voeten van de verdediging. En zo is het 25 e minuut. Nog steeds 1-0 achterstand. Hier was Sharp. Sharp geeft een goede paas. Nou, smit dan Smit. En die krijgt de bal naast de is voor Sharp kunnen zijn. Het is het doelpunt voor Smit. Maar het blijft 1-0 de achterstand. Voor Wattham United. We onderscheppen weer. Weer de aanval. Sharp. Sharp. Nu dan. Ladapo. Da la en het is inderdaad tegelijk maken. Ladapo scoort. En het is weer gelijk. Zo vlak voor dus komt Wattham United terug. En het is het Ladapo die de 1-1 maakt. En zo staat het weer gelijk. Dus Wattham United... Hier zien we het goede paas van Sharp. Zijn eerste assist in het shut van Rotterdam United. En 1-1. En hier is de bal nu dus voor de tegenpartij. De bal is dus nu rondtikt. Op De jacht gaat naar een, uh, terug naar een voorsprong. Maar hij hoort hem naar Dat lijkt sterker te zijn geworden naar het doelpunt. La Dapo. La Dapo. Nu wel Smit. Nu wel Smit. Nee, de bal lat. En de rebound dan misschien nog. En dan komt de bal weer voor de bevoegde van La Dapo. La Dapo, hier een afstandsschot. En een perfect afstandsschot, zeg. Het is de 2-1 voor de Rotterdam United. En wie is dan de man van het doelpunt? Ik zeg even zijn naam niet voor snel. Volgens mij is het een hele lastige naam om uit te spreken. Barlasse. Ja, valt het mee. Barlasse. Maakt niet uit. In ieder geval is het de 2-1. Prachtig afstandsschot van de middenvelder. En we staan voor. Van een achterstand naar een 2-1 voorsprong. Tot nu toe een redelijke. Een wedstrijd. Veel wissels bij ons gebeurd. Hier zien we het. Bovenin jullie het staan. Ook de doelman is gewisseld. Johansson voor Blackman. Kijk of hij zich staande knauw in het doel. En zo vlak aan het begin van de tweede helft scoort uh, de invaller zijn doelpunt. 3-1. De man die terugkwam van de uitlening. Scoort hier de 3-1 voor Watford United. En zo staat de ploeg van Mr. FIFA Boy 1999. Op een uh, 3-1 voorsprong. Door. Coyote. Kayode. Kayode. Minuut 50. En... Uh, Derp partij dat zo langzaam aan het... Uh, nu opeens weer tegen achterstand aankijkt. Wat eerst 1-0 voor stond, lange tijd. Nu, nu de bal naar voren peren. Verdediging komt er goed tussen. Wel een overtreding denk ik was buitenspel. Nee, het is een overtreding geweest. bal is nu voor de vrije trap hier. Minuut 51. Vrije trap genomen. Valt hij dan goed... Weghalen nu. Gebeurt het toch goed? Niet echt. nog steeds voor de tegenpartij. Oppassen nu voor Watermen-Aidert. Word maar wordt rondgetikt. Kunnen we de verdedigers wat doen? Helemaal terug naar achteren toe. Dan ben je toch weer zo langzaam aan het weer een beetje naar voren proberen te komen. En wordt het nu oppassen. Want als er niet op uitkijkt, wordt het hier 3-2. En dan gaat het hier gebeuren. Ja, het is 3-2. We staan nog voor, maar het is wel weer op een heel dun draadje. En het is dus het doelpunt. Van Batmaz. En het is de 3-2. We staan nog voor. Maar we moeten echt oppassen. Nadapo richting Gilles. Oeh, zo in de voeten van een tegenspeler. Wat een slechte paas. Dan moet echt, hoor ze het uitkijken, dat we niet vaak van dit soort dingen gaan krijgen. Want anders ja, gaat hier misschien nog wel gelijk worden. Maar het lijkt te gaan gebeuren. Want verdedigers lijken niet helemaal goed in positie te staan de laatste... De laatste minuut in de tweede helft. Want hier komt weer uh, Badmaz, de man van de 3-2. En hier schiet hij de 3-3 binnen. Nou, dan staat het weer gelijk. Ongelooflijk. Misschien ligt ook lang de doelman. Wie weet. De man die uh, Blackman verving. In De rust. Maar nu is de laatste 10 minuten nog steeds de 3-3-stand. Sharp. Komt er misschien weer een keer een aanval van uh, Wortenheim United. De eerste keer in de tweede helft. Bakken we wel goed voort. En het is het doelpunt. Het is de 4-3 voor Wortenheim United. En weer de man. Die inviel. De man met zijn tweede doelpunt. En dan gaat. de, de jeugdspeler naar de kant. En dan gaat zijn vanger ook binnen de lijnen komen. Maar het is nu. op een belangrijk moment, nu de laatste twee minuten. ondertussen al de 4-3 voorsprong. En wordt er dat moet nu alles achterin op slot gooien. Oké, okay, het is wetenschappelijk. maakt op zich niet uit wat je doet. maar je wil toch niet. die eerste wetenschappelijke wedstrijd verliezen. Oh, überhaupt je eerste wedstrijd niet verliezen als coach. Woed, die invallen. 34 jaar lang verdediger. Zet er goed op druk. Uiteindelijk wordt hier nog gebeurd. Moet dus helemaal terug naar achteren. De extraat zit erop. Dus zij, dus, dus zij zegt: mag van mij een paard afsluiten. Want ja, maak je niet meer uit voor ons. De bal wordt uh, goed gedekt. En is toch gespeeld. Winnen we met 4 die dus nog, uiteindelijk toch nog. Laatst er de man die terugkomt van zijn uitdeling met zijn doelpunt. En zo gaan we dus uh, door. Met een paar transfertjes. Robertson gaat niet weg. En dan gaan we dus de wedstrijden voor de rest simuleren in een vriendschappelijk toernooi. Zodat we de volgende aflevering. Nee, niet alle wedstrijden. Niet alle wedstrijden. Maar goed, dat gaan we zo meteen zien. Deze speler gaan we gewoon delegeren. Die mag van mij weg. Ik kan ook op de lijst gezet Deze wedstrijd gaan we simuleren. Dat wordt een 2-1 verlies. Smit wel met zijn doelpunt. Maar dat is wel wat minder. Even kijken. Dan hebben we ook. Oh, oh ja, heel veel. Ja, Nu gaan we dus kijken dat we spelers gaan halen. Even kijken, wat hebben we dus staan. Gaan we even naar mijn scherm toe. Hier zien we nog niks van staan. Dan gaan we hier. Dan hebben we. Ap uh, Apuru. Am Ampa Ampadu. 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 Ja. Oké. Okay. Ampadu gaan we dus uh, halen naar Watford United. Hij wordt onze vaste centrale verdediger. Dan gaan we misschien een rijldupe proberen. Als we ermee akkoord gaan. Uh, nee, niet met hem. Dan gewoon het 12 bedrag van 2,5. En daarmee gaat zijn ploeg mee akkoord. Dus zo gaan we dus hem. Binnenhengelen bij Wardham United. Eten aan Padu. En hij is nu officieel speler van Wardham United. Gaan we ook nog een eentje halen? Deze is de duurskip. En dan hebben we nu Esposito. Die wordt ook uh, proberen binnengehaald. Hier gaan we, volgens mij is het de Spanjaard, denk ik het wel. In ieder geval is de ook een ook een getalenteerde potentiële speler. En hij gaat dus ook nu, uh, hij kan mij, ik had voor mij gelezen dat hij volgens mij 85, 84. Voor Rotterdam United is dat best hoog. Dus gewoon veel en zeker in de basis opstellen, dan komt het wel goed met hem. Vijf jaar tekent hij in ieder geval bij Rotterdam United. En een salaris waar we natuurlijk ook mee akkoord gaan. Zo dus zijn de tweede die we gaan uh, binnenhengelen. En ook nog een spits, jazeker. Een verdediger in middenveld en een spits. Dus nu toe, tot, 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 tot nu toe dus. Deze Karim Adeyemi van uh, Red Bull... Gaan we de uh, Leipzig? Ja, Leipzig. Even kijken. Cruciale speler. Vijf jaar gaat ermee akkoord. En uh, het salaris natuurlijk die we ook uh, gaan accepteren. Dus we hebben dus drie spelers binnengehaald. En worden ook alle drie in de basis gezet. Hij staat er al in. aan uh, e Jemi. E en ook gaan we dus um, Amparo in de basis zetten. En Esposito de middenvelder. En de bank gaan we dan gewoon staan hoe het nu is. Uh, Blijft voor staan hoe het nu is. En dan gaan we dus uh, zo langzaam aan door. Goede aanpak van het jeugdteam. Dat is mooi om te horen. Maar er komen nog veel meer jeugdige talenten aan. Want jullie gaan die achterlaten in de reacties. Deze speler gaat uitgenodigd worden. En die gaat dus ook volgend seizoen weg. Maar ja, die gebruiken we toch al niet. Rotterdam tegen Sparta. Je moet eigenlijk gelijk spelen. Dat zal genoeg zijn. En dan doen we ook weer door naar de volgende ronde. Van de halve finale van het verschappelijk toernooi. Deze ga ik dan ook simuleren. En mochten we dan de finale spelen. Dan ga ik de winnen. Zullen we doorgaan naar de finale. Dan ga ik die spelen voor de volgende aflevering. Morgen dus. Emmen, Fort, uh, hoe nou, Fortuna, ik nee, Emmen wordt termineerder. En we spelen gelijk. Maar winnen met strafschoppen. 5-4, 4-5 gewonnen. En zo is die finale tegen Fortuna zit. Dat klapt het net al bijna nou maar goed. Dat is dus de eerste volgende wedstrijd. Op het programma voor de volgende aflevering. Cooper gaan we niet op in. En dan ga ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Dat ik op een gedaan en zeker gedaan. En zoals nu, later.